de sterke deelnemers hier. Voordat jullie plaats gaan nemen, hoe is de spanning bij jullie op dit moment? Het valt mee op zich. Het valt wel mee. Weet je wat het is? Ik heb één keer eerder tegen Jeroen gevochten. Je hebt al een keer tegen Jeroen gevochten? Op een andere toernooi. En wie won er toen? Jeroen. We hebben net gezien dat snelheid heel snel kan zijn, maar kracht toch sterker was tussen de twee vechters van net. Jeroen, denk jij dat jij deze match in je zak hebt of denk je dat het toch moeilijk kan gaan worden? Ja, ik vind Pikachu een heel lastig karakter, dus ik denk dat het wel spannend kan worden. Oké, we zullen het zien. Ik zou zeggen, neem plaats. En dan gaan we zelf eventjes kijken of Pikachu of Rosalina de kampioen wordt van Tomo Fair 2015. Oké, jongens, ik wil het nou zo hard mogelijk horen. Dit is de grote finale. Zetten de smash in 3, 2, 1. Start maar! Natuurlijk wordt het weer gespeeld op Final Destination. Rosalina is misschien heel erg groot, maar die heeft natuurlijk altijd een sidekick. Pikachu staat er helemaal alleen voor, maar die is natuurlijk weer volgeladen met spanning. Haha, elektriciteit ook daar. Ze zijn de opening aan het zoeken. Pikachu gebruikt natuurlijk zijn snelheid en natuurlijk zijn range aanval. En Pikachu die laat heel eventjes zien hoe goed dat Rosalina kan gebruikt worden als stuiterbal. Maar Rosalina die laat dat natuurlijk niet op te zitten en die slaat gelijk terug. Luma die heeft iets van, we kijken, doe het maar lekker zelf. Het is nou Rosalina zonder Luma. Daar is de herstel, de grab van Rosalina. Vergeet niet, Rosalina die kan enorme zware klappen uitdelen. Maar de behendigheid van Pikachu is enorm lastig om te ontwijken voor Rosalina. Maar daar krijg je toch een zijklap. Maar Pikachu die gebruikt de snelle aanval om met druk veilig op het plateau te komen. En daar is de eerste smash. Rosalina staat achter het en kunt Pikachu zijn stuk. Pikachu die gebruikt zijn snelheid. Rosalina die gaat alles op alles zetten om die comeback te maken. Elke schade die Rosalina nou krijgt is in het voordeel van Pikachu. Pikachu laat wel eventjes zien hoe schokkend deze match is. El eventjes flink door te knallen met elektrische aanvallen. Rosalina zoekt naar de opening en oeh, Pikachu die kan daar toch net recoveren. Rosalina krijgt daar toch weer een flinke schade. Valt rustig naar beneden, wacht eventjes rustig om te recoveren. Zoekt daar de opening om Pikachu toch eventjes weer een flinke klap terug te kunnen geven. Maar Pikachu die gebruikt de snelheid, gebruikt een grab down thrust met een Thunder Shock. En probeert weer te lanceren. Probeert dezelfde combo weer, maar ja, als je dus wil dezelfde combo gaat gebruiken, dan is dat natuurlijk makkelijk sneller de opening te vinden. Rosalina heeft het toch heel erg moeilijk op het moment. Wordt weer gezocht naar een opening. Rosalina heeft hem gevonden, maar wordt gelijk gecounterd door Pikachu. Pikachu die vliegt er heel eventjes door de lucht. Pikachu heeft een enorme schade. Boven de 100% is heel erg gevaarlijk voor Pikachu. Maar je kunt wel zien dat deze een echte pro is met Pikachu. Pikachu die vliegt daar toch wel heel eventjes ver van de baan af, maar laat zien dat het niet afgelopen is. Zoekt daar de opening. Rosalina krijgt toch weer een enorme knal. En die probeert toch nog zoveel mogelijk schade aan Rosalina te geven. Pikachu die recovered zich, Rosalina die recovered zich. Ze proberen daar eventjes een air battle te doen voor de air smash. Niet gelukt. Dus dan maar toch maar weer op het plateau. Ze zitten allebei boven de 100%. Maar Pikachu die staat nog steeds één leven voor. Daar is de grab. Is dat een KO? Ja, dat is de
Pikachu! Maar Rosalina die heeft nog steeds 113 schade. Die moet nu in leven blijven en zoveel mogelijk percentage doen. Nee! Pikachu geeft geen kans! Pikachu staat in het voordeel met 1 leven, maar daar laat Rosalina niet bij zitten. Die geeft nou zoveel schade en die wil geen opening meer vrijgeven. Rosalina die staat al bekend om een van de bekendste finalisten van Super Smash Brothers. En nou zullen we misschien daar een keer een andere uitwending van kunnen zien. Maar Rosalina heeft het nog niet gewonnen. Die geeft enorm veel schade aan Pikachu. En Pikachu die is toch snel aan het zoeken naar een opening. Elke schade is belangrijk om die te geven. Rosalina die geeft geen opening meer weg en die heeft een beetje de snelheid van Pikachu door. Kan Pikachu hier nog zich uitrekken of krijgen we een enorme comeback? Pikachu die valt weer even van het plateau af, daar komt weer een down smash in de lucht, maar die mist. Rosalina die komt weer terug op het plateau, misschien is dit een opening voor Pikachu. Pikachu die valt weer door de lucht heen en Rosalina die staat al op te wachten. Ondanks dat Pikachu over de 100% schade zit, wil dit natuurlijk nog niks zeggen, want we hebben Pikachu gezien en Pikachu krijgt daar een enorme knal! Oh, Rosalina die vliegt daar ook eventjes door de lucht en krijgt daar toch weer de schade. Oh, Pikachu, dat was een linkerzet, maar toch effectief! Pikachu heeft een opening gevonden. Is dit nou het einde van Rosalina of is dit nog een comeback? Pikachu die heeft coverstick en die blijft maar in de lucht aanvallen. En die neemt die extra leven nou toch maar eventjes als een granted om hier zo snel mogelijk maar een einde aan te maken. Rosalina die komt ook weer heel dicht bij de 100% schade. Rosalina die ligt er bijna uit en de kans vraag herstellen. Ja, net op het randje. Pikachu wordt gelanceerd. Hersteld. En krijgt natuurlijk weer gelijk een klap. En kan Pikachu daaruit komen? Ja, Pikachu die komt er gelijk uit. Het is nog niet gedaan met Pikachu. Daar is weer de grab en oh ja, daar gaat het leven van Pikachu. Maar Rosalina heeft op dit moment 1. Enorm down, ja, nogal slecht ding en dat is namelijk die 110%, die kan heel erg pijnlijk worden. 1 verkeerde klap en het is gedaan. Krijgen we een comeback. Daar is de smash van Pikachu. Rosalina die laat natuurlijk zien, ik geef niet op. Rosalina die moet daar heel voorzichtig spelen, maar die zoekt op die opening en daar is de grab en weer schade voor Pikachu. Pikachu wordt nou gebruikt als tennisbal om tot zoveel mogelijk schade te kunnen geven. Pikachu is toch aan het zoeken naar die opening. Pikachu wordt heel hoog gelanceerd, maar die herstelt zich meteen. En Pikachu die zit toch alweer op de 66% schade. Rosalina die laat gewoon zien dat comebacks geen wonder nodig hebben en die blijft gewoon doorvechten. Oh! Rosalina kan daar maar net uit ontsnappen, dat was heel gevaarlijk. En natuurlijk is de Loemen nou ook weg, dus nou heeft Rosalina 1 heel erg ruim klimpuntje. Het is weer zover dat ze voor elke bij alle klappen die kunnen weer dodelijk zijn. En daar is het net van Rosalina, het is voorbij! Wat een comeback! Wat een comeback! Rosalina heeft het voor elkaar gekregen om na een achterstand van 1 leven enorm uit terug te komen. Zelfs na 100% schade. Pikachu te laten zien, kracht is beter dan snelheid. Maar natuurlijk kan er ook meer naast zitten. En kun jij bij het volgende toernooi laten zien dat snelheid ook kan winnen. Maar goed.
Wij gaan onze Pikachu!